Welkom weer bij een nieuwe aflevering van Find the Creator Boy. Af en toe toch wil ik dat mensen in mijn brein kunnen gaan, helemaal kunnen gaan in die brein van me, om te kunnen snappen wat voor fatus hierboven afspeelt. Oh mijn god, we gaan een aantal videoclips bekijken en ik ga het voorzien van commentaar. We beginnen met de sambalman. Een interviewer gaat de beste sambal maken, volgens mij van Rotterdam, interviewen. Laten we gewoon kijken, dan ga je zelf zien hoe deze gozer zichzelf in problemen brengt. Start! Ik ben Maurice. Hoi. De sambalman. De sambalman. De sambalman. Ja. Al lekker aan het koken? Ja? Nee, ik ben bezig sambal aan het maken. Ja? Ja? Oh, kan ik het zien? Nou, kan ik boven. Het zien. Ja. Kom binnen! Kleine paprikaatjes. Kijk, nee, hier gaat het al fout. Hij noemt het kleine paprikaatjes. Paprikaatjes. Wil je proeven? Misschien vind je het lekker. Hier? Rem jezelf. Wat ga je proeven? Deze gozer heeft het net kleine paprikaatjes genoemd en stopt nu die hele Madame Jeannette in zijn mond. Let's go. Hij koud, ja, hij koud. Hè? Sambalman kijkt hem aan van, gozer, wat heb je gedaan? Aukongjiu. Hij koud. Je ziet langzaam, begint hij te twijfelen over zijn beslissing. Zo. Zo, ja. Ja. Oeh. Ja. Waar? Je stikt niet. Zijn ademhaling is fucked up. Ja, het begint al. Ja, die peper doet zijn werk. Wat is er? Lucky! Je ziet hoe Surinamers laag zijn toch? Lucky! Heb je de hele peper opgegeten? Heb je de hele peper? Ja, wat had ik eruit gespuugd? Ja, knockout. KO. Jij zei eten. Jij zei eten. Ik eet dan niet. Ik weet wel wat voor peper het is. Weet je wat voor peper het is? Nu pas ga je niet aanvragen. Dat zijn de mannen op zijn peper. Madame Jeannette staat in de top 10 van de heetste pepers ter wereld. Dat is om zo'n peper te eten. Ja. Waarom laat je dat aan? Ik vroeg, sambal van die peper. Ja. Nu ga je main ingredient ga je in je mond stoppen. Ja, natuurlijk krijg je dit. Misschien vind je dat lekker. Misschien vind je het lekker. Nee, absoluut niet. Absoluut niet, dat zeg ik nou. Dat staat niet uit zijn pak. De sambalman, lucky. Maar kies je mooi. Nee. Kijk. Was goed? Hij gaat even liggen. Net komt hij binnen, nu zoekt hij om te gaan liggen. Ah, je bent gek, sambalman. Ik ben niet gek. En je stond die hele peper in je mond. Kijk. Ik dacht, je gaat gewoon een stukje van die peper eten en proeven. Ja, ik ga zijn sap bij handen geven. Chipotle, feeling hot. Dus, mensen. Dit is echt dom eerste klas. Laten we gaan naar de tweede video. Boy, in deze tweede video. We hebben in Zuidoost een donkere Spider-Man. Eindelijk hebben we onze eigen superhero. Boy, heel Zuidoost. Al die flats zijn volledig plat gestampt. Ze zijn allemaal weggehaald. Deze gozer is als Spider-Man aan het springen op een van die vier laatste flats in Zuidoost. Die sowieso al de hoogste ooit waren, 20 hoog, 20 plus hoog. Is hij als Spider-Man, ik weet op welke etage, damn. Laten we dat ding gaan kijken. En kijk hoe die scooters als sombo lollies erachteraan gaan. Kijk die play. Oeh, kijk hem. Scooter, kijk die flat. Oh, ze zijn hoog. Kijk die schotels. Iemand kapseist, scooter. Ja. Kijk, daar is die gozer. Bam. Kijk, baf. Kijk hem. Kijk hoe die spree, als ik alles bij de ben. Da. Het is net een videogame. Kijk. En die scooter staat op een andere etage, kill. Kijk hoe die er overheen springt. Hier, braaf. Je mappapa, inderdaad. Ze hebben hem in een val gelokt. Kijk. Scooto staat nu, daar sta je met dom dik politie op je rug. Kijk hoe je als een vriendje niet eens kan springen over een railing. En kijk hoe die andere gewoon naar beneden gaat drukken. Kijk hoe dom, onhandig. En hij bijna outroezing. Heeft hij hem pas of outroezing? Hij drukt hem. Kijk hoe hij eroverheen gaat gaan. Wat doe je daar met een taser? Ja. Kijk, we hebben een Spider-Man in Zuidoost. Oh, Jake, lieverding. Ze hebben hem gepakt. Hij is vastgehouden. Boy! Lukuna. Dus als we in probleem komen hier in Amsterdam Zuidoost, binnen deze kill sowieso. Maar heb je die springtechnieken van hem gezien? Kijk hoe die sprong!
Ja man, lijpe shit. ZO's is altijd spannend. Een derde video en laatste. Mijn lievelings, een van mijn lievelingsfilms. Oeh! Dus momenteel toch is deze dame Emanuela actrice in de film Alleen maar nette mensen verwikkeld in een juridische strijd. Deze chickie is naar een festival gegaan, had heel veel drugs bij zich, zoals ze aan het voorbereiden voor een rol. Maar dan nu weten we ook meer dat ze een klein beetje, zoals Allah's passie, snap je? We zijn hier niet om te oordelen, maar ik heb wel persoonlijk een appeltje met je te schillen. Want als je gaat chillen op een festival had je me best kunnen bellen. Huh. Goed, ik hoop en ik wens je al het beste toe. Kom tot jezelf, weet je, wat je zelf zegt, zo ben ik niet. Ik wil je zeggen, de hele gemeenschap snapt dat je niet zo bent, wij zijn niet zo. Maar tiki ting, niemand drukt, niemand is bezig met om je te veroordelen. Maar luister, sowieso ben ik altijd fan van jou en ga altijd fan van jou blijven. Want jij hebt in een film gespeeld als een van de main character wat mij betreft. Alleen maar nette mensen. Geachte kijkers. Ik heb nog nooit zo wreeddadig vrijpostig gaan lachen om een film dat bijna mijn hart is geëxplodeerd van grappigheid. Ik ga jullie een van de grappigste scènes van die film laten zien. Vooral zwarte mensen gaan dit echt absoluut snappen. Deze jongen is verliefd op deze meid. Hij is verliefd op haar. Ze gaan richting haar huis. En ze zijn uitgenodigd om te eten. Alleen maar nette mensen. Wat staat op tafel? Play. Kijk, kijk. Of let. Kijk hoe ze binnenkomt. Alles kijken ze gewoon. Ja, het spelletje wordt gespeeld. Hoe ga je met je dikke neus in die pakken? Rijst met kip en groenten. Maar hoe heet het? Rijst met kip en groenten. Dan ga je daar staan. Ze regelt. Waar mensen zitten. Kijk. We eten op de bank. Dit is een van de grappigste films en grappigste scènes van die kino. Kijk, kijk, kijk. Oh, hazen. Wat eten we vandaag? Rijst met kip en groenten. Wat eten we vandaag? Rijst met kip en groenten met stro. Oh, ik hou van dit soort dingetjes. Dit is wat in mijn hoofd afspeelt, dat ik zo stuk ga op televisie, om televisie. Wat, het is zo grappig tegenwoordig allemaal. Anyway, dit was het einde van mijn review van deze drie geweldige clips. Wil je me vaker dit soort dingetjes doen? Laat vooral je mening achter in de comments below. Like en subscribe op mijn kanaal. Nog een keer, dankjewel voor het kijken. Final Creator signing off.